Henk, hoe is het gevoel na de eerste weken van de competitie? Goed. Niet zo heel goed begonnen natuurlijk. Met 1 punt uit 2. Maar daarna 6 uit 2. Dus goed gevoel daarover. Niet goed begonnen qua punten. Qua spel was het ook niet verkeerd, toch, in de eerste wedstrijd? Nee, ook in die wedstrijd heb je heel veel kansen gehad. Ik denk dat de MVV de eerste wedstrijd weer in de eerste helft goed speelde. Kansen creëren. Alleen die niet verzilverd en heel slecht uit de kleedkamer kwamen. Nou ja, en we hebben natuurlijk ook een hele hoop kansen gehad om de wedstrijd te beslissen. Maar wel aardig gespeeld, zoals je zegt. Dus dat hebben we doorgetrokken. En nu uit de laatste 2-6. Want hoe bleek je op die laatste 2 wedstrijden terug? 2 mooie overwinningen in de koel? Ik denk 2 verschillende wedstrijden. Ik denk dat we tegen FC, of de jonge FC Utrecht heel erg dominant waren de hele wedstrijd. En heel veel kansen hebben gekeerd. Ik denk dat we de Graafschap bij fases het wel moeilijk hebben gehad. De Graafschap ook een goede ploeg die een aantal keer zich goed eronder uit voetbalde. En ook gevaarlijk werden. Maar ja, zeker na de rode kaart waren we heel dominant. En was de kansenregen. Is die ontwikkeling dan ook een, ja, een mooi voorbeeld van hoe de ontwikkeling van de ploeg nu gaat? Vanuit de voorbereiding dat je nu ook de punten pakt? Ja, ik denk dat we daar in de voorbereiding natuurlijk mee gestart zijn. Richting eindvoorbereiding hebben we natuurlijk extra wapens gekregen. En ja, daardoor staan we er nu vrij goed op. Want hoe was het voor jou dat je pas eigenlijk net voor de start van de competitie een beetje een selectie had die vorm begon te krijgen? Ja, niet makkelijk, maar dat wist ik van tevoren. Dus ik was er wel op ingesteld en ik had het vertrouwen dat we nog wel goede jongens zouden aantrekken. En dat is gebeurd. Hebben die goede jongens zich ook snel aangepast aan de groep? Heel snel. Teamgevoel is eigenlijk weer zoals het vorig jaar ook was. Vibe met het publiek is ook weer helemaal aanwezig. En je ziet dat die jongens gewoon voor elkaar willen werken. En dat het een hele, dat het een echte hechte eenheid aan het worden is eigenlijk. Ben je dan nu ook eigenlijk als groep misschien al verder dan je in het begin van het seizoen had verwacht? Ja, maar blijft een momentopname. Omdat als je nu 2 keer verliest, dan telt het allemaal niet meer. Dus we staan er goed voor. Maar we moeten wel heel waakzaam blijven om elke dag van de week hetzelfde niveau aan te tikken. En elke keer te verbeteren. Omdat het gewoon een hele zware competitie is. Ben je dan nu wel tevreden met hoe de selectie er nu voor staat? Ja, zeker weten. Ik ben blij hoe we ervoor staan. We hebben wapens. We hebben ons goed kunnen versterken. We hebben daar ook heel erg ons best voor gedaan om jongens te overtuigen om voor VVV te kiezen. Maar we staan er goed op. De nieuwe jongens, wat voeg je toe aan deze groep? Voetballend vermogen, scorend vermogen, defensieve kracht. Ja, we hebben natuurlijk een hele hoop, dus ze voegen gewoon samen een hele hoop toe. Wat ook fijn is, kan ik me voorstellen dat je de eerste 2 overwinningen in eigen huis al gelijk binnen hebt. Want ja. Vorig jaar zijn de thuissupporters niet altijd vermaakt natuurlijk. Nee. Nu al vrij staan in het seizoen, nee. Eigenlijk wel. Ja, nee, dat klopt. En dat zag er ook goed uit. Ook het spel zag er goed uit. Ook veel complimenten van de mensen van hoe we spelen. En hoe we kansen creëren door de manier van voetballen. Nou ja, dat moeten we zien vast te houden. En een van onze speerpunten was ook om meer te laten zien in de koel ten opzichte van vorig jaar. Nou, dat lukt nou aardig. Je bent momenteel dus een tevreden trainer. Momenteel wel, maar vaak is dat niet heel lang bij mij. Wat zijn dingen die nu nog beter moeten als je kijkt naar de laatste wedstrijden? Sowieso efficiënter. Als je kijkt naar over 4 wedstrijden genomen, hoeveel kansen we hebben gekeerd ten opzichte van wat we hebben gescoord, is dat eigenlijk te weinig. Maar je wilt ook gewoon de hele wedstrijd domineren. En daar bedoel ik mee gewoon bepalen wat er in de wedstrijd gebeurt. En er zijn een aantal gedeeltes in de afgelopen wedstrijd bijvoorbeeld dat niet gebeurde. Nou, daar moeten we weer mee aan de gang. Ja, en de nieuwe tegenstander staat natuurlijk alweer snel voor de deur. Telstar, vorig jaar veel moeite mee gehad, dus we zullen goed voorbereid moeten zijn. Want wat verwacht je van die ploeg? Ik verwacht veel fysieke kracht. Ik verwacht dat ze altijd een aantal spelers hebben die individueel sterk zijn en die onbevreesd zijn. Ja, ze hebben daarbij ook nog een keeper natuurlijk die een speciaal wapen heeft met een hele, hele verre trap, waarbij die een tegenstander kan pijn doen. Ze hebben weliswaar een niet zo goede start, maar het is wel een sterk team wat al in het verleden en ook vorig jaar heeft bewezen dat het gewoon een taaie tegenstander is. En wat moet jouw ploeg er tegenover zetten om de 3 punten te pakken zaterdag? Meegaan in de strijd, goed voetbal en efficiënt zijn.